Sony Media. Welkom bij de grote Gwen en Geraldine Show. Mijn naam is Geraldine Kemper. Mijn naam is Gwen Verpoorten. Ja, we zijn er weer deze week en deze week hebben we weer iets meegenomen. Dit keer ben jij het die iets hebt meegenomen. Mm-hmm. We hebben natuurlijk ons broodbeleg, want zonder beleg droog brood. En dat is deze keer Air Up en de Nationale Postcode Loterij. Mm-hmm. Natuurlijk hebben we ook weer leuke feitjes over het onderwerp en een Spill the Tea. Ja, daar heb ik elke keer weer zin in. Heb je een Spill the Tea? Laat het ons weten in DM. Volg ons ook op TikTok, Instagram. Nee, overal. Mag ik eerst even wat zeggen over je trui? Want je zit hier, want jij hebt niet vaak gemixte kleuren aan of zo. Ik weet niet, dit is wel echt bombastisch. Maar dit is vrij bombastisch. Wild bombastisch, maar heel erg leuk. Nou, dankjewel. Ja, ik ben even in een soort van handgemaakte fase. Ja. Waarin ik dus op vind, ja kut, ik moet dit natuurlijk helemaal niet zeggen. Want dan ga ik mijn term zeggen waardoor je op hele leuke dingen komt. Maar oké, ik zeg het gewoon. Ik tik heel vaak handgemaakt in. En in het Frans, hè? In het Frans, ja. Fat me. Ja, dit zeg ik niet goed. Fat me. En dan kom ik dus dit tegen. Ja, dit was een tientje, jongens. En dat is heel Hollands om te zeggen. Maar dat is toch fantastisch? Ja. Niemand heeft hem. Ja, ik vind hem heel mooi. Ik vind hem heel leuk. En hij staat je heel goed. Ja, dit is wel zo'n trui dat ik ook kan zien. Dat ik als ik over 10 jaar dan naar mezelf kijk. Dan denk ik, wat de fuck had ik toen aan? Ja, heb je dat als je terugkijkt? Ik kan soms terugkijken en dan denk ik, hoehoehoe. Ja, maar ik goed, ook. I'm proud of it now. Let's go. Jij hebt iets meegenomen. Ik zei net, heb jij dat? En toen zei jij dat. En toen zei ik, heb ik ook. Sorry jongens, ik ben een beetje warrig. Maar ja, ik dacht, dit is heel weird. Heel weird. Ik heb iets meegenomen. Het is zomer. En dan denk ik aan vakantie. En ook al duurt het nog eventjes voordat ik weer op vakantie ga. Ik ben echt al heel veel weg geweest dit jaar. En ik dacht, ik wil het met jou hebben over reizen. En ik reis heel veel alleen. Niet omdat niemand met mij op reis wil. In ieder geval dat denk ik. Maar omdat ik dat heel erg tof vind. Dus ik dacht, ik gooi hem even op met alleen reizen. De stelling is, alleen reizen is gevaarlijk. 3, 2, 1. Oneens. Ja. Ja, nou, dan hebben we die afgetikt. Kunnen we nu gewoon over reizen kletsen. Nee. Laten we even, voordat we dat doen. Ja. Hoe gaat het met je? Want ik voel, er is iets aan de hand. Oh, nee. Maar even, hoe gaat het nou echt met je? Oh, dit was helemaal Irene Moors wat je deed. Ja? Irene Moors. Ik vind het echt jammer dat zij wat minder op televisie is. Irene is fantastisch. Is echt een van de liefste televisiemensen die ik ooit heb ontmoet. Ik voelde die warmte van je. Ja, maar ik vind het ook heel lief dat je haar met mij vergelijkt. Ja. Irene was ook degene, ik zag haar en ik dacht echt... Net zoals toen met Carlo Boshart had ik dit ook met Irene Moors. Ja, Carlo en Irene, niemand. Als je niet in die generatie zit, weet je niet wat voor impact ze hadden. Elke zaterdagochtend. Mijn leven uit stond je bed. Stil. Ja. Oh. Met de Harry de Hengst. Oh, en hoe heet het? Pittige Tijden. Oh. Oké, okay. Back to reality. Waar waren we ook alweer? Ja, oké, okay. Hoe gaat het echt met me? Nou, ik heb me iets gedaan, jongen. Ik heb echt iets heel doms gedaan. Wel een bruiloft in Barcelona. Ik zag het. Sorry, ik volg TikTok. Ja, ik moet dus dit niet meer gaan delen voordat... Want al die dingen, kijk, ik kan niet... Ik deel alles overal. Maar hoop niet iedereen ik, heeft je TikTok. Zit jij op TikTok? Ja, heel af en toe. Maar dat is zo raar, want jij, ik weet, jij gaat altijd voorbij in al die dingen. Ja, oké. Okay. Ja, nou, voor iedereen die niet deze TikTok heeft gezien. Ik was op een bruiloft in Barcelona. Wij besloten zondag al te gaan, want maandag en dinsdag was de bruiloft. En dan bleven we daar nog even lekker. Eddie naar oppas. Mijn favoriete restaurant, Canet, zit daar. Mm-hmm. Dat is een beetje als Canette of zo. In ieder geval, heel veel mensen hebben me verbeterd. Dit is een heel lekker restaurant. Ik had helemaal zin daarin, in een soort van week Barcelona. En ik had helemaal mijn tijd genomen om me helemaal op te maken en alles. En een jurk aan te trekken. En helemaal echt 2,5 uur zit ik daar. Dus wij gaan naar beneden. En Toby had al via de transportservice, zeg maar... We moesten er eigenlijk 4:55 zitten beneden, want we werden opgehaald. En wij zaten daar 4:50. Dus ik zei al... Fuck. Ik heb geen WhatsApp, dus Toby is altijd de lul met dat soort dingen. Dus ik zei, ja, kut. En we zijn 20 minuten te laat, maar ze hadden ons ook niet gebeld. Dus we zitten daar te wachten. Ik helemaal vol in een soort van bruiloftsjurk opgemaakt. Helemaal ready. En toen belde Toby van, ja, we're waiting. En het is, the wedding is tomorrow. Dus wij zaten daar gewoon. En ik ben zelden in mijn leven zo van me apropos geweest. Helemaal, hij in zijn smoking. Hij keek me aan van, jij. En ik keek hem aan van, oh, dit is echt mijn schuld.
Dus dat was heel dom. Want de bruiloft was gewoon een dag later. Dinsdag en woensdag. Maar weet je wat er bij mij gebeurt? En dit is gewoon... jij hebt ook een agent. We hebben allebei hetzelfde management. Zij zetten alles in mijn agenda. Bijna alles. En de bruiloft. Ik heb daar dan wel mails over gekregen. En dan kijk ik daarnaar. En de vertaling naar mijn agenda. Daar kan al iets gebeuren. Waardoor ik zo maandag, dinsdag erin heb gezet. Mijn agent nu, Bente. Die moest ook heel hard lachen. Want ik ben echt een kleine baby. Zeker als ik het druk heb. Dus dit was echt een fucking veel. En ik wilde dat aan niemand vertellen. En toen heb ik er toch maar een TikTok over gemaakt. Omdat ik me zo erg schaamde. Ik vond het echt heel grappig. Maar daarna is het allemaal wel goed gegaan. Maar de tweede dag zag ik er natuurlijk veel minder leuk uit dan de eerste dag. Want dan lukt het allemaal niet meer zo goed. Dus dat was echt een hele dikke... dat is gewoon... Dat is dat zoiets gebeurd. Heb je ooit zoiets meegemaakt? Nee, maar hoe was die bruiloft? Je vliegt naar Barcelona voor een bruiloft? Dat is toch fantastisch? Ja, maar die bruiloft... Wie zijn die vrienden? Ja. Ik wil die ook. Het was echt... Een lijpe bruiloft. Wij hebben echt nog, zijn nog steeds aan het nagenieten van dit hele spektakel. Wat fantastisch. Ja, maar dus het was een kleine film, maar het was een fantastische week en het was met heel veel hele leuke mensen en ik heb heel hard gedanst en gefeest en nu is het keer. Lekker. En ik ben nog steeds witter dan mijn blouse. Ja. Ja. Je hebt ook echt een beetje zo dat schooluniformachtig. We hebben totaal niet op elkaar afgestemd, zijn wij. Dat is zo lekker. Maar het ding is, mijn zomerkleding ligt nog in de berging. En wissel jij dat altijd om? Ja, ik heb heel veel kleren. Ja, maar en als je nou een keertje iets zomers wilt aandoen in de winter? I'm fucked. Dus daarom willen we een nieuw huis. Ja, we hebben wel een kamer waar die kasten in staan. Maar die heb ik helemaal volgestompt met allemaal shit. Ja. Dus eigenlijk is dit weekend dat ik dat om moet wisselen. Maar het wordt fucking 30 graden plus. Ga ik ook niet doen. Tijd voor zomerkleding. Ja, maar ik zit een beetje met... ik weet niet wie me kan helpen. Maar ik weet ook niet hoe ik dit moet oplossen. Hoe is het met je huizenjacht? Ik ga dat toch af en toe weer eventjes inchecken. Nou, we hebben nog steeds niet weer een huis gekeken. Ja, ik heb gewoon te druk om... Om het te fixen. Oh ja. Maar jij bent ook weer aan het zoeken. Ja, en ik ben ook echt in dezelfde range aan het zoeken. Ja. Dus dit wordt helemaal... We gaan tegen elkaar opbieden. Ja. Maar je bent hard op zoek. Nee, zachtjes. Ja, ik ben wel hard op zoek. Oh ja. Maar ik gedraag me er niet naar. Nee. Mensen gaan me zelfs huis DM'en. Iemand stuurde mijn huis in Almere. Ik weet niet of ik duidelijk ben geweest in de podcast. Maar wij blijven wel in Amsterdam. Oh ja. Of in ieder geval net iets te buiten. Maar het was heel lief. Mensen bieden gewoon huis aan. Almere heeft wel een goede viswinkel. Ja? Daar heb ik al die jaren gewerkt. In het centrum. Viscircus Gebroeders Koning. Wacht even. Eventjes name dropping voor mijn oom. Heb je niet in Volendam gewerkt? Nee, het was een Volendammer viswinkel in Almere stad. Dus we moesten dan, werd ik om 17:15 opgehaald op zaterdag. Reden we daarheen, waren we er 6:30 en dan... Mijn hele leven is een leugen. Ik dacht dat jij in een visserij in Volendam... maar wel, zeg maar, in deze regio zijn het allemaal Volendammer. Ja, maar het zijn ook echt allemaal Volendammers. Ja. Ze gaan dan, het is ook grappig als je in Volendam rond een uurtje of dus 17:15... Het randje van het dorp gaat staan. Dan zie je al die visboeren en die aannemers voorbij gaan. Mag ik even één ding over vis nog zeggen? En dan wil ik vragen hoe het met je gaat. Nee, je mag alles vragen over vis. Dat vind ik fantastisch. Er is één ding wat echt verboden moet worden in de visser. Dat ze kibbeling in de magnetron doen in plaats van in het frituurvet. Ja. Dat is toch goor? Ga je lekker voor een bakje kibbeling, krijg je van die zompige stukjes. Maar dat gebeurt gewoon, hè? Niemand doet iets. Nou ja, of je moet vers gebakken worden. Maar daar heeft niet iedereen altijd tijd voor. Maar goed. Ja, nou, of je moet het nog een keer het vet in doen. Dat kan ook, hoor. Je moet het gewoon frituren. Anders niet meer meedoen. Nee, precies. Terug naar hoe het met je gaat. Hoe gaat het met jou? Ik had even gewoon zo'n week waarin ik soms dan denk... Ik wil even niet verantwoordelijk zijn voor alles. Dus ik wil even niet meer volwassen zijn. Oh ja? Ja, gewoon alles ging stuk. Oh. Dus mijn wasmachine is stuk gegaan. Mijn wc was overstroomd. En dat was dus overstroomd op de vrijdag. Terwijl ik pas de maandag van mijn weekend weg terugkwam. Nee. Dus ik kwam echt zo binnen. En het was echt zo... Wat ruik ik? En toen was echt alles alweer opgedroogd. Vreselijk. Ja, echt vies. Toen had ik een gat in mijn badkamervloer. Ja, dit zijn echt allemaal van die dingen die gewoon niet leuk zijn. Maar dat was even mijn week. En dan kan je dus vet lang niet douchen. Dus dan moet ik nu in mijn bad. Ja, want het echt virtual plom is. Maar in mijn bad moet ik douchen. Ja. Ik had gewoon heel even... Ik dacht, ik wil dit gewoon even niet alleen oplossen. En toen? Nou, dat moet wel.
Ik moet het gewoon alleen oplossen. Ja, het is mijn huis, het is mijn verantwoording. Ik moet het betalen, alles. Dit is gewoon hoe het is. Dit is volwassen zijn. Ja, ik I feel you. Ja, ja I feel ik you. Had die heel even. Ja, ik snap het. En ik het. Had daarvoor al iets gehad met mijn camper. Dat die stuk was, er was iets stuk aan gegaan. En... ja, gedoe. Dus het was gewoon veel gezeik deze week. Ja, ja maar het is goed dat je hier bent. Ja, dus ik heb een gezellige trui aangetrokken om het ook een beetje gezellig te worden. Dat werkt dus wel. Kijk, als ik nu in de spiegel kijk, dan wil ik helemaal niet. Dit is gewoon één. Dit is van... ik vind het bijna een beetje zo... nee, ja. Ik weet het ook niet. Ik, nee, ik vind het heel cute. Het is echt zo'n schooluniform. Ja, met zo dat haar zo zag. Ja, 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 ik ben blij dat jij dit hebt aangetrokken. Ger, drink jij veel water? Ja. Oké, dan heb ik wat leuks voor je, waardoor je misschien nog meer water gaat drinken. Er is namelijk een uitvinding, dat heet de Air Up. Dat is een pot, die stop je op een waterfles die daarvoor is gemaakt. En dat heeft een geur en daardoor schijnt wat je proeft een andere smaak te krijgen. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja zeker. Oké, ik heb dit heel veel voorbij zien komen, overal op TikTok. Heel veel influencers, heel veel enthousiaste mensen. En ik heb dit dus nog nooit geprobeerd. En ik ben enthousiast. Mag ik? Je mag, maar je moet hem omhoog trekken. Je moet eerst dat die pot een beetje zo doen. Ja, dus gewoon een beetje omhoog. Ja, ja. En dan gaan we allebei een slokje nemen. Oh, dit werkt bij mij wel. Ja, dit werkt. Ja, dit werkt, hè? Wat heb jij voor smaak? Iets sinaasappelachtigs. Wat apart. Maar ja, geur zit natuurlijk... smaak, geur, het is wel belangrijk. Maar het is heel raar. Het is ik vind bijzonder. Dit heel raar dat dit werkt. Ik snap het ook wel, want 80% van wat je proeft... mm-hmm. dat komt dus door geur. Maar ik had hem eigenlijk nog nooit zo ja. gezien of zo. Ik vind het wel heel erg vet dat het werkt. Ja, maar wat, dat gebeurt dan dus ook. Dus als je een steekje op je bord hebt... dan tijdens het eten en drinken komt de geur in onze neus... terecht via onze keel. Onze hersenen nemen dat waar als smaak. Ja. Besef je ook even hoe belangrijk de geur van je eten is? Ja, joh. En je drinken. Maar ik vind dit bizar. En ik ga je denk ik echt meer water doordrinken. Want water is gewoon wel een moedje. Soms heb ik dorst en dan denk ik... oké, koud water, oh, lekker. Maar als er een smaakje aan zit... en je hebt dus allemaal smaken. Ja. Ik zie hier iced coffee... Lavendel. Nee, die hoef ik niet. Sweet coconut. Cherry. Ik heb zoveel spijt dat ik geen cherry. Ik heb hier iets met framboos, sinaasappel of citroen. Nee, ik heb sinaasappel, citroen. Orange vanilla. Oh ja, die mag jij. Dit is denk ik echt top voor mensen die ook geen water lusten. Er zijn dus geen mensen die geen water lusten. Hè? Die heb je. En mensen die gewoon niet genoeg drinken. Dit is echt fantastisch. En we hebben een code. We hebben inderdaad een code voor 10% korting op alle producten. GG10. En daarvoor moet je naar de website. Airup.com. En dan is het www.air-up.com. Ja, ga ervoor. Zeker als je een moeilijke waterdrinker bent. Dit is perfect voor de zomer. Ja, ik vind... Oké, ik probeer dit wel te begrijpen. Maar ik denk dat je dit gewoon moet ervaren. Dat het werkt. Mm. Hele fijne bidon ook. Ger. Ja. Terug naar het onderwerp. Alleen reizen is gevaarlijk. Heb jij wel eens alleen gereisd überhaupt? Nee, weinig. Kan ik wel zeggen, veel gereisd. Ik heb natuurlijk voor mijn werk... dat weten ik we Ik ben al. De reisqueen. Jij? Mensen, ik ben al 5 jaar niet meer aan het reizen voor 3 op reis. Maar mensen zeggen nog steeds... wanneer ga je weer? Die, zien mij, die zien dat nog steeds los. Maar dat is ook nog steeds met spijt te slikken. Maar luister, dat is ook zo. Want je gaat nog steeds heel veel op reis. Ik ga nog steeds heel graag op reis. Ja, ja. Zeker. Wat is de allermooiste reis die je ooit hebt gemaakt in je leven? Ja, dit vind ik echt... een klote vraag. Ja, maar ik heb hem gesteld. Ja, en hij wordt ook vaak gesteld. En dan zeggen ze, maar wat is nou de mooiste plek waar je ooit naartoe wil? Ja. Of waar je naartoe bent geweest? Ja. Ik noem er 3. Mm-hmm. Madagaskar. Mm-hmm. Nepal. En... ja, Peru vond ik ook echt heel vet. Oh, ja. Maar ik heb wel echt... maar jij en jij? Nou, ik ben voor de gevaarlijkste wegen naar Peru geweest. Ja, vond ik echt cool. Jezus, net, we weten dat we deze aflevering gaan maken. En dan stel ik jou een vraag en heb ik zelf gewoon geen antwoord erop. Dat je nu zegt België, Duitsland nou, en Oostenrijk. Ik denk dat Zuid-Afrika me heel erg heeft verrast, vooral. We hebben daar zo'n die garden route gereden. Maar het is ook, dat was heel leuk. Het was de eerste vakantie met Toby. Wij kennen elkaar net een paar maanden. Zijn we al samen op vakantie gegaan. Dus dat was gewoon echt ziek. Mooiste reizen.
Voor Peru vond ik heel mooi, voor de gevaarlijkste wegen. Maar het is vooral recent. Het zijn er zoveel dat ik niet meer zo goed weet welke. Maar ik wil het wel even over alleen reizen hebben. Want dat ik überhaupt ooit alleen ben gaan reizen is echt een wonder. Want ik was vroeger echt een beetje bang voor reizen. Ging jij als klein kind al veel op vakantie? Nee. We gingen, de eerste reis die ik me kan herinneren was dat we met de bus naar Salau gingen. Tiener? Mijn moeder en mijn zusje. Oh, wow. Ja. En ik ben toen ook echt wel ergens geweest waar toen Costa werd opgenomen. Ik wil net zeggen, dit was in de Costa hoogtijdagen. Costa-tijd, ja. Oh. En dan gingen we daar. Maar dat was dan mijn reis met mijn moeder. Maar we gingen nooit reizen met Nee, ik ook niet. Ik ben met mijn vader toen. Toen bleef mijn moeder thuis. Bij de hond, volgens mij. Ben ik met mijn vader naar de Costa del Sol geweest voor het eerst. Maar ik dacht altijd, verre reizen, mij niet bellen, super eng. Ik denk dat ik gewoon heel veel Locked Up Abroad had gekeken, weet je wel? Dat zeg maar die. Ik vond het zo eng. Maar wat is er dan gebeurd waardoor je nu wel alleen reist? Waarom doe je het nu? Het is een beetje eigenlijk uit wanhoop ontstaan, omdat ik bij BNN kwam en dat was net in het begin en toen stond er heel veel op de planning en ging ik ook reizen voor Spuit en Slik op reis en er stonden allemaal van die dingen dat ik dacht, ik ben helemaal geen reiziger. Ben ik daar dadelijk aan de andere kant van de wereld, ben ik helemaal ondersteboven van, oh, mijn jetlag. En dat kan niet, want je moet iets maken. Dus ik dacht, kut, ik moet wel een beetje gewoon verder gaan dan Europa. En ik had in één keer maar heel eventjes de tijd om op vakantie te gaan en niemand kon mee. Dus toen heb ik op de redactie, ook bij drie op reis gevraagd. Zei ze Thailand of Bali. En toen ben ik naar Bali gegaan. Puur omdat niemand mee kon. En toen had ik net Toby ook leren kennen. Dus ik baalde, ik wilde het eigenlijk cancelen. Heb ik het toch gedaan. En toen dacht ik, wat is nou het ergste dat er kan gebeuren? Of deze 2 weken zijn verschrikkelijk. Of het wordt fantastisch. En dat laatste is gebeurd. Ja. En dat zorgt voor zoveel vrijheid. Omdat ik gewoon weet dat ik alleen de tijd van mijn leven kan hebben. Ja. Dus al kan niemand, dan kan ik alsnog weg. En dat, ik ben ook vaak daarna alleen ergens gebleven. Ik ben ook alleen in Mexico City geweest. En een hele hoop dingen. Alleen in New York. Alleen in Kroatië. Alleen heel vaak Azië. En dat zorgt echt voor een soort van, ik weet dat het is natuurlijk super chill als iemand mee kan. Maar daar ben ik niet meer van afhankelijk. Nee. Maar is er wel een keer iets gevaarlijks gebeurd om eventjes toch in jouw dingetje te gaan, in je stelling? Nee, maar oké. Ik ben wel heel roekeloos geweest op reis. Ik vond Mexico City alleen, ik was daar voor broodbeleg. En dat broodbeleg is achteraf allemaal gecanceld omdat het corona werd. Dus ik ben daar voor de katsekut geweest. Maar wel heel vet geweest. Maar dat was, daar alleen rondlopen, dacht ik achteraf wel van, dit is niet heel handig geweest. Maar trouwens, het is een hartstikke veilige stad. Je moet gewoon weten wat je doet. Zeggen. Maar ik kan geen Spaans, dus ik weet niet wat ik doe. Ik voelde me daar heel eenzaam alleen. Want toch wel. Niemand kan daar Engels. Nee. Dus dat was vet. Maar in New York, en toen ben ik all out gegaan, heb ik echt lijpe dikke suite op Times Square geboekt. Want ik droomde echt van al die lampjes en zo. What the fuck? Ja. Ja, nou, kijk, ik denk dan als ik daar ben, Gwen is in New York. Wat heerlijk. Maar dat jij zo kan zijn. Grenzen dan. Als ik dan denk, ik ben nog nooit in New York geweest. Ik heb 5 dagen. Dan wil ik gewoon, ja, dat wil ik dan allemaal meemaken. Ik kan dat niet. Ik kan bijvoorbeeld ook geen geld uitgeven aan een hele dure kamer. Nee? Nee. Oh, ja, vind ik echt heerlijk. Of vind ik heerlijk en dan helemaal zoeken naar de beste en zo. En, oh, nee. Ja. Nee. Dat is wat jij doet met eten. Dat doe ik met kamers. Nee, precies. Oké, ik doe dat met eten. Dus ik zou in New York, ik zou wel al gelijk gereserveerd hebben in een goede tent. Ja. Nee. Maar slapen, dat kan ik overal. Oh nee, ik vind, oh, kamers, nee. Oh. Maar voor reis heb ik wel echt op bijzondere plekken geslapen, hoor. Wat is je meest bijzondere? Sowieso op wakker worden op zieke locaties is natuurlijk fantastisch. Als je weer een overzicht hebt over een berg. Maar ik heb in Ghana wel echt in een, en letterlijk in een kleihutje geslapen. Oh, wow. Dat ik echt dacht van, oké, en dat je dan echt zo jezelf moest wassen met een emmertje zo. Nou, wat is de beste reistip die je mensen kan geven die nu luisteren, die denken, queen of travel, nee, tell me more. Dat vind ik altijd heel lastig. Nou, neem je creditcard mee. Ja, creditcard. Ja, en cash. Maar vroeger, Freek, mijn vriend, ik moet dat stoppen met mijn vriend zeggen. Ja, dat doe ik ook de hele tijd. Ja. Dat weten mensen ondertussen wel. Die heeft echt nog gereisd toen hij jonger was met checks. Dus dan had je gewoon een check mee vanuit Nederland en dan kon je dat ergens inleveren in een land en dan kreeg je daar geld voor. Ik kan me ook niet herinneren. Nee. Hebben wij nooit gedaan. Nee, want toen reisden we nog niet. Ik was in Madagaskar, een ander reisdingetje. Dat was wel heel bijzonder. Toen kwamen we op een gegeven moment, dat is een eiland, hè, Madagaskar. Ja.
En toen regende het heel veel. Ja, klopt. Waarom heb ik dit onthouden? Ja, omdat het regent daar nooit. Maar waarom heb ik onthouden dat het op jouw reis in Madagaskar zo regende? Ja. Weird. Ja. Ja, misschien heb ik het al een keer gezegd. Nee. Nee, oké. Okay. En toen kwamen we dus mensen tegen daar. En die lieten we voor 3 op reis moet je altijd zo'n tekstje doen. Nou, ik ga van dit punt, ga ik naar dit punt doen. En dat doe je dan heel leuk op een auto met een map. En er komen zo mensen om mij heen staan. En die zeggen, oké, wat is dit? Die hadden dat nog niet gezien. Ik zeg, nou, dit is het land waar je in woont. En zeggen zo, huh? En wat is dit dan? Wees ze dat blauwe aan? Ik zeg zo, that's water. You live on an island. Zij wisten dat niet. Die mensen die woonden dus midden op het eiland. En die kwamen gewoon niet verder dan elke dag dus een uur lopen naar een waterput. Of een paar uur en weer teruglopen. Wow, ja, wat bizar. Ja. Echt intens, toch? Wow. En dan kom jij eventjes vertellen hoe je eiland eruit ziet. Ja. Dat je op een eiland woont. Dat je op een eiland woont, dat wisten ze dus niet eens. Wow. Maar zo klein als het de wereld daar bij die mensen is, zo groot is het eigenlijk voor nou, heel veel mensen in Nederland. Want we kunnen gewoon maar een vliegtuig pakken. Ons paspoort laat ons overal naartoe gaan. Ja. Moet je eens nagaan hoe beperkt je bent als je misschien uit een land komt waarin dat niet zo gewoon is. Ja. Wij kunnen gewoon altijd overal de douane door. Dat is echt wel rijkdom, hoor. Ja, absoluut. Wat is een reis waar je echt nog heel graag, een land waar je graag naartoe wil? Heb je even. Ik ben nog nooit naar IJsland geweest. Jij wel, hè? Ja, met het perfecte plaatje, de finale. Ja. Echt een bizar vet land. Ja, die staat er heel erg hoog. Maar ik heb wel nog een bizar reisverhaal. Iets wat ik nooit meer in mijn leven wil doen. Ik heb meegedaan aan roadtrippers van Stuk TV. En toen ben ik met Shelley Sterk en Tess Milne gedropt in Hongkong. En toen zijn wij liftend. Je moet dan zo ver mogelijk reizen vanaf het beginpunt. Tegen Stuk TV, dat is een format. Compleet onderschat. Wij hadden als tactiek dat we in Hongkong dan zoveel mogelijk geld gingen verzamelen om dan zo ver mogelijk te komen. Ik weet niet meer exact wat de tactiek was, maar we waren alleen 3 chicks met vet veel apparatuur. Niemand van productie is daarbij. Mensen denken altijd dat er dan een heel team. Er was niemand. Dus wij moesten 's avonds gewoon, we hadden geen slaapplek, geen geld en we moesten shit gaan inladen. Dus gewoon, je bent verantwoordelijk voor dat hele format. Ja. En dan krijg je wel af en toe een telefoontje. Wij zijn van Hongkong, via China, Vietnam, Cambodja, Thailand, gelift. Wat vet. Geld gebedeld in Azië. Dat we genoeg hadden voor 3 tickets naar Dubai. Hebben jullie geld gebedeld? We hebben gebedeld. Ja, we wisten niet hoeveel geld moesten krijgen. Maar daar. Niet gaan werken of zo. Nee, maar je hebt niet echt tijd ervoor. Je hebt in 2 weken. Maar hoe bedel je zoveel geld bij elkaar? Nou, de Nederlandse vereniging in Hongkong. Daar zijn wij. Daar hebben we heel veel geld al binnengekregen. En toen zijn we iedere keer een soort van. Nou ja, God weet hoe ik dit heb overleefd. Het was echt. Hoe lang heb je hierover gedaan? Mentaal 3 jaar, maar volgens mij was het in het echt maar 2 weken of zo. Klinkt wel echt heel vet. Nee, maar het was echt. Het klinkt heel vet, maar het was het was heel, heel intens. Want met 3 chicks heb je toch wat minder vrijheid om gewoon in Hongkong. Ja, we waren op een gegeven moment in zo'n buitenwijk. Van wij kunnen hier niet nu gaan slapen met z'n drieën. Weet je wel, het is toch anders dan dat je gewoon. Voelde je niet veilig altijd? Nee, joh. Wij kwamen uit een trein in China. En dan was het soort van, jullie hebben nu een opdracht. En die boys moesten dat dan aan de andere kant van de wereld, of waar ze waren, ook doen. En toen zagen we net even een paar mensen neergeknuppeld worden door de politie. Zo, dit is niet de plek voor een opdracht. Nou, dan hebben jullie vanavond geen hotelovernachting van ons. En je komt namelijk op plekken waar toeristen niet komen. Dus nee. Je bent gewoon, vooral wij met z'n drieën, was gewoon. Goedland, heel die jonge gekke shit meegemaakt. Daar kan ik alleen al 10 jaar in bussen geweest. Dat ik gewoon 's nachts op de apparatuur ben gaan liggen. In zo'n nachtbus. Ja. Dat die mensen uit Vietnam zeiden van, nou, hier heb je geld. Heel veel natuurlijk super lieve mensen die ons hielpen. Maar dan, die bus is echt heel gevaarlijk. Daar moet je echt niet in. En pas op. Ja, we hebben natuurlijk ook nog eens vet veel apparatuur. Gewoon camera's en dingen. Ja. Nou, ik ben gewoon als een zeester op die apparatuur gaan liggen. 'S nachts. Oké, dus als ze mij vragen voor roadtrippers 2024, moet ik nee zeggen. Nou, ik denk dat ze wel geleerd hebben van dit seizoen dat dit misschien niet. Wij waren de eerste 3 chicks. Ja, nee, maar dat is, daar heb ik wel fucking vet om mee te maken. Uiteindelijk zijn wij gestrand in Dubai, omdat het een of andere
Er was een feestdag. Sheik. Nee, er was een feestdag. Een soort van wat gelijk staat aan kerst voor ons. En ik weet even niet meer wat dat is, maar er was niks. Geen vluchten, niks. Dus wij hebben het niet gewonnen. Die boys waren echt helemaal in Scandinavië of zo. Dus dat was wel verdrietig. Maar wel, wat je daaraan laat zien, is dat mensen zoveel liever zijn dan je denkt. Het lukt dus. Je kan dus gewoon liftend, zonder geld, ja, zo ver komen. En dan bouwen op mensen die eigenlijk niks met jou te maken hebben. Dat is zo bizar. Ja, ik vind het mooie aan reizen toch echt wel dat je zoveel verschillende culturen, ja, ziet, ruikt, proeft. Het is gewoon, het zijn al die clichés, maar het is wel gewoon waar. Mm-hmm. Er zijn ook gewoon mensen die niet op vakantie willen, die niet willen reizen. Ja. Als ik vertel dat ik ga backpacken, of ik heb altijd een backpack mee, ik ga niet met een tas. Dus dan zeggen mensen, wat? Dat snappen ze gewoon niet, dat je dat leuk vindt. Maar als je eenmaal ziet wat dat is, dan krijg je er een beetje gevoel bij. Maar ik weet ook nog, als ik soort van terugstap in mezelf toen ik 18 was en alleen naar Gersonisos wilde. Ja, dat is zo spannend allemaal. Hoor je dat? Dat is mijn buik. Dat hoor je niet, dat was echt heel hard. Nee. Het is zo spannend allemaal, weet je. Het lijkt een soort van de grote boze buitenwereld. Terwijl, dat hoeft het niet te zijn. Maar lees je wel in waar je naartoe gaat. Ja, wij hadden het idee dat we even door Saudi-Arabië konden gaan liften vanuit Dubai. Dat was niet zo verstandig. Toen zei de productie wel, dat gaan we niet doen. Je moet wel echt je verstand gebruiken. Ja. En weten waar je bent. Weten in welk land je bent. Weten wat je doet. Niet bijvoorbeeld gaan moenen op de heilige vulkaan op Bali. Weet je wel? Dan is het gewoon klaar. Word je eruit gezet. Zo zijn er een hele hoop. Het is een soort van je tieten laten zien voor een boeddha in Thailand. Is nu zo verstandig. Sowieso niet echt heel handig. Nee, je moet New Orleans moet je dat doen met Mardi Gras. Ja, verkeerde land, verkeerde plek. Wat is nou je allergrootste reisteleurstelling? Heb je die? Ja, ik heb ook, want dat is natuurlijk, dat hoort ook bij reizen. Ja, is ook huilen. Dan, ja, toch ook wel een beetje. Mm. Dat hele backpacken hartstikke leuk. En je bent lekker flexibel met die tas. Maar het is ook gewoon af en toe werken. Nee, ik was een keer met 3 op reis, gingen we naar Peru. En toen waren we op een plek waar er echt 15 vulkanen zijn. Echt, als je goed kijkt. Vanaf een hoog punt. Okay. En heel vet natuurlijk. Ik bedoel, heb je wel eens een vulkaan gezien? Nee, ik vind dat een beetje spannend. Vond ik wel. Is het ook? Ja. Goed, we moesten daarvoor wel eerst een vulkaan beklimmen. En dat duurde echt wel iets van 14 uur. Met al dat materiaal. Dus dan heb je een statief, je hebt een camera, je hebt al je spullen. Want we gingen ook slapen op die vulkaan. Ik heb veel dingen aan die best wel zwaar zijn. Dit was echt beuken. Ik kon op een gegeven moment ook echt niet meer. En dan gaat televisie ook weg, hè? Want je moet gewoon. En je gaat ook niet 13 uur filmen, maar je wil wel naar boven. Dus wij komen bovenaan. En we hadden het op het begin al een beetje door. We dachten, het is wel een beetje bewolkt. Maar kom goed. Dus wij komen bovenaan. Echt. Hand voor mijn gezicht zag ik ook niet. Dat is al heel kut, want je komt daar om die 15 vulkanen te zien. Maar we bleven daar slapen, heel vet op een vulkaan. Ja, jij kijkt naar mij van, kun je op een vulkaan gaan slapen? Ik ga zo meteen. Ik heb een documentaire gezien over mensen die dit gingen doen. En toen? En toen barstte die uit. Nee! Dat is ergens gebeurd. Ik weet even niet meer waar. In Nieuw-Zeeland. Het is in Nieuw-Zeeland gebeurd. En dit was het moment dat ik dacht, ik ga dit nooit meer doen. Want ik heb het altijd wel als droom gehad. Dus ik kijk naar jou en ik denk, ik zie die documentaire even helemaal voor me. Nee, oké, nou. Ik heb het overleefd. Maar goed, wij gingen slapen. En dan echt met de veronderstelling van, morgen gaan we de presentatieteksten doen. Gaan we de opening doen van heel Peru. We staan daar boven op de vulkaan. Met daar achter ons 15 vulkanen. We worden wakker. Nee. Helemaal niks. En dit is weer. Dit is niet vulkaan. Nee, wolk. Dit was gewoon donker, mist. Oh, wat zuur. Ja. En hoe lang had je daarvoor moeten klimmen? Nou ja, dat duurde in totaal wel iets van 2 dagen. Want dan moet je daarna ook weer naar beneden. Ja, het is echt. En dan moet je, maar dat is ook reizen. Kijk, ook met 3 op reis moesten wij dan zeggen, dit kan ook voorkomen. Maar dat is natuurlijk wel iets minder sexy dan, hier zijn de 15 vulkanen. Goed. Ik weet niet of ik dit ooit heb verteld in deze podcast. Nee, kom alsjeblieft door. We waren in Malta voor 3 op reis midweek. En toen hadden ze bedacht dat het leuk was als ik een stukje zou klimmen. En dan, dit is zo'n lekker redactieding van, weet je, Quinn, we gaan jou laten klimmen. En ik vond, wie ben ik om nee te zeggen, vond ik veel te spannend. Ik was al lang blij dat ik dit mocht doen. Ja. Maar in mijn hoofd was het iedere avond wel, ik moet dadelijk een stukje klimmen. Oh ja, heb je hoogtevrees? Ik voel me niet comfortabel hangend aan een muur.
ik heb niks met klimmen. Ik begrijp ook niet zo goed hoe ze dat doen. Dus ik hang daar graag als ik omhoog getakeld word. Nou, dat is uiteindelijk dus ook gebeurd. Want ik werd omlaag getakeld om te klimmen. Mega grote rots. Het heet een soort van azuur window. Dat heb je daar. Een soort van uitstulpsel van Malta. Volgens mij is die inmiddels ook ingestort. Dus iets in mij zei fijn. Al dat we dat niet moesten doen. En ik werd daar naar beneden getakeld. En het was fucking hoog. En ik zag gewoon echt niet waar ik moest beginnen met klimmen. En ik kreeg zoveel paniek. Maar dit was echt het shot. Het moment. De activiteit. En het is hem gewoon niet geworden. Nee. Dus ik ging daar omhoog. Nou, dan staan er natuurlijk allemaal mensen. En iedereen vindt het super kut. Maar ze proberen je gerust te stellen. En toen hebben we het dus op zo'n heel klein wandje gedaan. Weet je wel, dat je niet de grond ziet. Televisie faken. Ja. Nee. En hebben we daar gedaan of ik aan het klimmen was. En het lijkt of ik aan het klimmen ben op die grote. Terwijl ik echt in mijn broek schreef. Oh, die beelden moeten we eigenlijk nu terugkijken. Ja. Dat je ziet van, oké, dit is allemaal fake. Waarschijnlijk was het echt op zo'n stuk. Ja. Nee. Ja, maar ik kan helemaal niet klimmen. En het ding is ook. Ik had ook in de gymzaal al moeite om met die noppen omhoog te komen. Het was echt heel zuur. En dan voelde ik me dan zo schuldig over. Ja, snap ik. Ik heb het met hoogtevrees wel een keer gehad. Ik was toen met Jan versus Geraldine in Zuid-Afrika. En toen hadden we allemaal van die proeven. Ik weet even niet of ik dit al een keer gezegd heb. Dat zeg ik af en toe. Heb want je niet. Ik praat gewoon veel met jou. En toen waren we ook op zo'n... dat was een hele grote stellage, maar echt vet hoog. Met de mensen die alle tricks deden... voor Hollywood films. Dus het was echt goed gedaan. Ja. We moesten eerst al... Een van de eerste opdrachten was... 2 rijdende vrachtauto's. Oh. Ja. Moesten wij van de ene naar de andere... de hele tijd springen om een tafel te dekken. Ja. Ze bedacht het gewoon. En toen was er ook één ding dat je... heel hoog moest klimmen. En dan op een gegeven moment moest springen. En dan had je een deel van een schatkaart. Toen dacht ik... Ja, ik had alles verstijfde. Dit gebeurde. Ik klom omhoog. Ik was daar helemaal omhoog. En ik stond daar en het was... Ik kon niks meer. Maar ik kon gewoon echt niks meer. Ik stond te shaken. Ik begon te huilen. Echt te janken. Dus op een gegeven moment was het ook... We hebben de beelden. Ger, gaat het goed? Want dan willen ze toch die tranen zien. Het is televisie. Oh, sensatie. Maar ik kon niks meer. Mensen kwamen ook niet meer met me binnen. Ik denk dat ik een half uur lang daar heb gestaan. Echt hard op huilen. Oh nee, ja, oh, ja. Wat erg. En op een gegeven moment gaan de camera's ook weg. En is het gewoon menselijk. En wordt het gewoon van, Ger, hoe kunnen we je helpen? Ik kon niks. Ik stond alleen maar zo. Oh. Ja, toen na een half uur heb ik ergens iets vandaan gehaald. En toen ben ik gesprongen. Wow. Ja. Oh mijn god. Die hele opdracht natuurlijk verloren. Want Jan Versteeg was veel sneller. La 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 la. Maar... Ja. Ik had wel mijn angst overwonnen. Dat voelde voor mij als een nog grotere overwinning. William. Zag je dat van tevoren aankomen? Nee, van totaal niet. Ik, ja. Totaal niet. Ik klom en ik langzaam nam het zich gewoon over. Ik begon gewoon echt helemaal stil te vallen. Maar over Zuid-Afrika gesproken. Ik zat daar natuurlijk met Jan. Even Versteeg. Die ken je van ook De Beste Smaak. Maar daar heb ik heel veel mee gewerkt. Versus. En we zaten in een hotel. En wij hadden dan voor dat programma... 2 dagen moesten we heel hard werken. En 1 dag waren we vrij. Want dan moest de rest van de crew... en wij mochten natuurlijk niet weten wat voor opdrachten er waren... moesten dingen voorbereiden. En wij waren vrij. Nou, dat was natuurlijk een raam. Een window to opportunities. Want dan, we waren nogal... wild. Wat hebben jullie gedaan? Oh. Dus op een gegeven moment hadden we iemand uitgenodigd. Dat was een kitesurfer. Ik kan dat eigenlijk wel zeggen. Die had geloof ik net 0,0% aandeel van Richard Branson gehad. Omdat hij over een eiland was gesprongen. Ja. Je kent Richard Branson toch? Ja, zeker. Dat is een van de rijkste mensen van de wereld. Hij had daar een aandeel van gehad. Nou, die man Want hij had iets goed gedaan. Hij was over een eiland heen gekitesurfd. En dat wilde die met ons vieren. En wij dachten, we zijn morgen vrij. Kom maar hier. En jij moet de rondjes zijn op jou. Dus we waren aan het zuipen. Wij op een gegeven moment, kom met ons mee naar het hotel. Wij naar het hotel toe gaan. En vanaf daar is het bij mij een beetje uitgegaan. De camerabeelden waren er wel. Want wat er toen gebeurde. Wij zijn naar dat zwembad gegaan. Op het dak. En daar heeft hij, de onbekende anonieme kitesurfer... een brandblusslang gepakt en dat hele zwembad ondergeblust. Maar van daar zit jullie hotel? Van ons hotel. En daar zit een soort van chemisch spul in. En dat is... Nou, goed, ik wist dat allemaal niet meer. Ik ben in mijn bed beland. Het is niet goed om zwarte gaten te hebben, maar ik had dat. Volgende ochtend met een kater wakker. Nou, dat ga je dan uitzitten op het strand. En wij worden gebeld door productie. Oh. Jullie moeten nu
terugkomen. En ik dacht echt... Wat dan? Oh, maar Ger, dit is zo kut. Maar dit is productie van BNN, hè? Ja. En toen werden we dus één voor één. We waren uiteindelijk met z'n vieren. Die gast was natuurlijk weg, want die sliep helemaal niet in dat hotel. Dus Jan, nog iemand die daar werkte en ik. Één voor één moesten we een kamertje in. En werden we overhoord als echt kleine kinderen van... Wat is er gebeurd? Wij hebben deze beelden teruggezien... Net als toen ik met jouw ex had gezoend, toen werd ik ook... Was dus nu ook. Ja. BNN, een soort van... Je werd echt ondervraagd. Dit is een tactiek daar. Ik denk het wel, een beetje. Maar ze hadden geen camerabeelden van het zwem gedeeld. Dus, en zij waren vol in de overtuiging dat Jan dit had gedaan. Want dat is echt niet begrijp voor Jan. Begrijp ik ergens nou, wel. Goed, uiteindelijk hebben ze dat... Hoe random als Jan dat zelf had gedaan. Nee, het was dus echt niet zo. Maar dat geloofden ze niet. Dus het was best wel een fitty. Uiteindelijk mochten ook bepaalde dingen niet... We zouden gaan barbecuen met de crew. Dat mocht allemaal niet doorgaan. Want wij hadden het verpest voor iedereen. En ik dacht alleen maar... Oh. Maar wat heb ik gedaan? Nou goed. We moesten wel betalen dat hele zwembad werd leeggehaald. Jullie? Ja, dat moesten wij doen. Dus wij dachten, nou ja, oké, okay, dan is dat het maar. Komt wel goed, weet je. Al is een paar duizend euro. Het is al oké. Okay. Moesten we €50 betalen. No. Ja, dus dat hebben we toen gedaan. Maar we hadden wel een officiële waarschuwing van BNN Vara. Oh. En die heb ik nog steeds, denk ik. Ja. Want die verjaart niet. En ik weet ook niet precies wat dat betekent. Ik zei ook al, als je er dan drie hebt, word je dan ontslagen? Nee, we mochten ook geen grappen maken. Oh. Maar dat is echt wel zoiets. Ik denk, oh ja, dat gebeurt natuurlijk ook op reis. Nou, dit was dan een reis voor werk. Jij wist het niet, Jan wist het wel. Nee, we wisten het sowieso niet. Jullie wisten allebei. Nee, Jan wist wie het had gedaan. Ik wist dat ook. De mysterieuze kitesurfer, denken ze. Ja. Welke, ja, random kite. Ik weet zelf ook niet meer precies hoe die heet. hij betaalde al onze drank. Wij zaten alleen maar, kom maar met ons mee in het hotel. We hebben weer nieuw broodbeleg. Oh, en dit is lekker. Ja, de Nationale Postcode Loterij. En die spelen altijd een hele hoop geld samen om vervolgens te verdelen onder de goede doelen. Ja. En één daarvan is Wakker Dier en daar hebben we een voice note van. Ik ben Anne Heelhorst, directeur van Wakker Dier. Wij komen op voor de dieren in de vee-industrie, vaak op een creatieve en opvallende manier. Zo hebben we ervoor gezorgd dat er nu geen ploefkip meer in de supermarkt ligt. We schudden Nederland wakker over het immense leed en de enorme aantallen dieren in de vee-industrie. Wisten jullie bijvoorbeeld dat wij in Nederland elke dag 600.000 dieren opeten? We moeten echt anders gaan eten. Minder dier en meer plant. Wij zijn er elke dag mee bezig. En onze grootste kracht is dat we nooit ophouden of loslaten. Ook niet bij de sterkste tegenwind. We gaan door totdat alle dieren een goed leven hebben. Het is wel heel tof dat we echt de directeur hebben gesproken van Wakker Dier. Ja, ja, die heeft even de tijd genomen om ons iets te vertellen over Wakker Dier. Ja. Wakker Dier zet zich in voor een verandering in de voedselindustrie. Dat willen we natuurlijk allemaal. Zeker weten. Zij zien bijvoorbeeld ook beter vlees als de oplossing voor het massale dierenleed. En ja, het is natuurlijk het allerbeste als je een stukje vlees gaat eten. Dat je dat dan bij de slager gaat halen. En dat je ook mensen daarover vertelt. Want waarom is het nou belangrijker dat je voor een goed stukje vlees gaat. In plaats voor alles wat er in de supermarkt staat. Kijk naar de plofkip. Weet je wel, daar heeft Wakker Dier zich ook mee bezig gehouden. Wie wil dat nou niet? Een beter leven voor de dieren. En ook de dieren die we opeten. Wakker Dier wijst zich de schuldigen in de keten aan en roept hen ter verantwoording. En wij weten dat niet. Hè? Je weet gewoon niet wat er achter het vlees gebeurt dat je op je bord krijgt. Dus daarom is dit werk zo belangrijk. En is het fantastisch dat de Nationale Postcode Loterij Wakker Dier ondersteunt. Zullen we doorgaan naar de feiten? Ja. Want anders kunnen we nooit naar huis. Maar dit is wel mijn hoogtepunt. Dat ik hier met jou zit deze week. En de Ninja Queen. Ja. Nee, dat was een andere aflevering. Wacht heel even. Nee, ik ben niet jouw hoogtepunt. Jawel. IJs is jouw hoogtepunt. Nee, maar wel, ik vind het heel gezellig. Want ik vind het moeilijk om gesprekken met mensen te voeren. Omdat ik heel vaak afgeleid ben. En in zo'n podcast is het gewoon... Ja. Ja, klopt. Ja, is echt heel fijn. Zal ik beginnen? Ja. Nou, dit ging goed. Frankrijk is het meest bezochte land ter wereld. Jaarlijks bezoeken 218 miljoen mensen het. Oh ja, Frankrijk. Ik ben er laatst ook weer geweest. Bij de camping. Maar en bij Parijs? Er zit iets op je hoofd. Ja, het is weg. Ja, het is weg. Ja, ja, ja. Waar in Parijs? Ja, dit was op die camping van die vrienden. Natuurlijk, ja. Bij Montpellier. Maar besef dus even dat hele lelijke monster van een Eiffeltoren... die ik echt romantisch en mooi vind... maar het is gewoon een lelijk ding in principe... als je eventjes de waarde weghaalt. Die trekt heel veel mensen ook wel naar Frankrijk toe. Het is al die Amerikanen... Oh, ja, is het de Eiffeltoren of is het Parijs? Sorry, maar Parijs is echt
fantastisch. Parijs is fantastisch. Je loopt, je fietst, je stept in een film. Maar ik vind het zo bijzonder dat dat hele lelijke ding, wat we heel erg geromantiseerd hebben, zo'n icoon is voor Parijs. Het is eigenlijk een lelijk ding. Het is eigenlijk gewoon zo'n, waar al die elektriciteitsdraden aan hangen, maar dan groot. Ja, dat is no maar Parijs thing is fantastisch. En ik denk ook wel eten. Ik was of niet? Oh, ja, zeker. Ik was Het eten. Met het vliegtuig kun je ver komen, maar er zijn een aantal eilanden en plekken die je officieel niet mag bezoeken. Dan wil ik er meteen heen. Zo ook Noord Sentinel Eiland, waar al eeuwen een geïsoleerde stam leeft. Deze staat erom bekend gewelddadig te reageren op bezoekers die het afgelegen eiland proberen te betreden. Zo, dit ging niet helemaal goed qua kadans. Maar zijn dit koppensnellers? Daar heb ik wel eens wat van gehoord. Je hebt wel van die agressieve stammen waar je niet naartoe kan. Ik vind het zo tof dat die mensen dan ook met rust worden gelaten. Ja. Ik zou heel graag bijvoorbeeld naar Papua Nieuw-Guinea willen. Zijn dat daar de? Ja, daar zijn ook nog stammen. Ja, zeker. Maar die ook. Wat zijn de koppensnellers? Is dat iets wat ik heb bedacht? Nee, ik denk dat dat van de film is. Jij is van de film. Dat is van de film. Ik had wel dat ik vroeger altijd heel erg geobsedeerd was met de Bermuda driehoek. Oh ja, of dat je dan verdween met het vliegtuig. Alles. Ik dacht, maar waarom heeft niet iedereen het hier iedere dag over? Omdat het niet waar is. Nee, er zijn zeker wel. Het is volgens mij het laatste ook bekend geworden wat er is gebeurd. Nederlanders houden van reizen, maar hebben ook weinig vakantie. Oh, ik dacht dat het best veel hadden. Veel vakantie? Nee, met 25 dagen hebben we het minst vrij van West-Europa. Maar ik ben wel altijd blij dat als je dan met een Amerikaan in een land... Amerikanen hebben geen vakantie. Nee, die werken ook vaak in de weekenden. Het is ongelooflijk. Ja. Maar ik vind 25 dagen vakantie ook wel echt weinig. Ik dacht dat wij veel hadden, maar luister. Daar zit jij de eerste week al over. Maar lieverd, heb jij vakantiedagen? Nee, wij hebben geen vakantie. Maar wij zijn eigen baas. Ja, daarom. Maar dus wij doen hier wel heel erg... We zijn wel heel erg ontsteld. Maar er zijn heel veel mensen die wel 25 vakantiedagen hebben. Ja, want onze nog niet aangetrouwde partners, die hebben dat wel. Ja, vind ik echt vreselijk. Ja, is echt kut. Hey, Nederlanders houden van reizen. We staan op nummer 5 van... Was er nog meer? Ik begon ook hetzelfde. Nederlanders houden van reizen. We staan op nummer 5 van de meest reislustige mensen. Ons meest bezochte bestemming is dan wel weer een anticlimax. We vertrekken het vaakst naar Duitsland. Oh, I love Duitsland. Wat vind jij leuk aan Duitsland? Ik kan echt niks bedenken. Nee. Ik vind Duitsland echt heel cool. Het heeft zo dat DDR-randje, dat schrauwe. I love it. Zwarte Woud. Ik vind het heel veel leuk aan Duitsland. Maar ik wil iets zeggen over dit feitje. Is het jou ook opgevallen dat op de meest... Overal. In iedere hoek. Overal. En dat je denkt, hier komt geen mens. Dan staat er altijd zo... Oh, nee, de menukaart staat daar hoor. Overal heb ik het ook met Toby over. Je gelooft het niet te zijn. Overal Nederlanders. Ja, maar ik ben er trots op. Maar het is we hebben allemaal het geld ervoor. We hebben allemaal de zin erin. Ik vind het gewoon vet dat als ik dan ergens weer ben en ik denk, nou hier is... Echt niemand. En dan is er weer een Hollander. Hey, Geraldine. Ja. Waarom heb je een foto? Ja. Maar nou. Het is zo bijzonder. In elk echt een dorp waar je zo amper met auto's kan komen. En dan la 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 Rob de Nijs uit de speakers. Overal. Ja, het is echt bijzonder. Het is ook een soort virus zijn wij als Nederlanders. Nee, ik weet het. Ja. Had ik deze al gezegd? Ja, nee, die mag je nog. Het is zo het rommelig. Laatste... We zijn zo rommelig. Ja, maar het is wel gezellig. Het is wel gezellig. Ja, een derde van de vliegvelden is in de Verenigde Staten. Ik heb niks met het land. Ja, ik wel. Echt. We gaan dus ook voor dat we naar Burning Man gaan, daar een hele reis maken. Ik kan ook helemaal niet zeggen dat ik niks heb met het land. Ik vind er ook heel veel dingen mooi. Maar die natuur daar. Dus ja, ik ben in Arizona geweest en Las Vegas voor een fotoshoot, heel kort. Propeleg? Was gewoon een shoot. Ik heb daar geen geld voor gekregen, maar was voor de Linda Meijden. Oh, was echt vet. Heel vet. Toen heb ik in Amangiri geslapen. Ken je dat? Nee. Dat is, dat moet je googlen, dat resort. Het is echt insane. Maar dat was, ik vond die natuur daar zo fucking lijp. Ik heb ook nog nooit van die mammoetbomen gezien. In Yosemite en die sequoia trees. Dat. Daar droom ik al van sinds ik klein kind ben. En dat gaan we dus nu meemaken eindelijk. Ja, het is een land waar ik later heen wil met de camper. Maar nu nog even niet. Ik ga nu lekker Afrika in. Ja, precies. Snap ik. Hey, wauw. Veel informatie. Ik weet niet eens meer waar we het over hebben gehad. Mag ik de Spill the Tea voorlezen? Ja. Ik wil een andere box hiervoor. Jongens, we hebben weer een speeldertie binnengekregen. En het eerste woord wat ik zie is sauna. Dus dit wordt wel leuk. Oh. Ik was
was in mijn eentje met mijn toenmalige vriendin in de sauna. En het werd op een gegeven moment hot en steamy. Sexy time. Ja, ik begon haar te vingeren, staat hier. Dus dit is wel de meest sexy die we tot nu toe hebben gehad. Ik begon haar te vingeren. Ik ben er niet trots op. Hoezo ben je hier niet trots op? Ja, het is wel een beetje zo. Iedereen heeft het gedaan, maar geeft het nooit toe. Maar we waren... In de sauna, toch? Ik heb nog nooit iemand gevingerd in een sauna. Ik ook niet. What the fuck? Met je sportsokken aan. Wintersport. Ja. Sokken. Wintersport sokken. Wat is... Lang. Lange kniekousen. Ga door. Ik was in mijn eentje met mijn toenmalige vriendin in de sauna. En het werd op een gegeven moment hot en steam. Oh, wacht even. Ik dacht even heel anders. Ik dacht dat dit twee beste vriendinnen waren. Maar het is een... Het is zijn vriendin. Ik dacht... We zijn het kan, het, maar het kan ja, ook het twee kan vrouwen ook, zijn. Maar ik dacht, zijn gewoon twee vriendinnen die elkaar in één keer beginnen te vingeren. Ik denk, waar gaat dit heen? Maar, Jezus. Ik was in mijn eentje met mijn toenmalige vriendin in de sauna. En het werd op een gegeven moment hot en steamy. Oké, dit heb ik wel meegemaakt. Maar dit heb je ook al drie keer gezegd. Ja, ik ben een beetje traag. Ik begon haar te vingeren. Ik ben er niet trots op. Maar we waren bijna de enige in de hele sauna. Tot we een luide mannelijke stem hoorden. Waar zijn jullie mee bezig? We gingen snel normaal zitten, maar het was al te laat. Blijkbaar hadden ze onderwatercamera's en hadden ze alles gezien. Dus er was weinig tegen in te brengen met teksten als... We zijn hier geen seksclub. Vinden jullie dit normaal? Werden we van het terrein gestuurd. We dropen af en hebben ons achteraf kapot gelachen. Wat oh my god, fantastisch wat een dit. Goed verhaal. Onderwatercamera's. Dat vind ik thuis... Ho, eens even... Daar ben ik het niet mee eens. Ja, maar hoezo denk jij dat zij onderwatercamera's hebben? Dat mag echt niet zomaar, hoor. Dus ze zijn... Nee, dus dit is, ze zijn er gewoon... Ze zijn gewoon betrapt. Blijkbaar hadden ze onderwatercamera's. Ja, dat, en hadden ze zijn dat ook is een aanname. Ja, die zijn dodelijk. Aannames zijn dodelijk. Dus er was weinig tegen in te brengen. Oh my god. Ik ben benieuwd hoe dit gesprek ging. Ja, en ik vind het heel naar dat er onderwatercamera's zijn. Ik geloof dit toch niet. Het kan toch niet. Ik vind het sowieso ook al gebeurt er verder niks. Je hoeft toch niet nee, je bent in de sauna. Je 360 camera's onder de gordel. Nee, toch? Geeft wel het in. Moet je nagaan. Nee, ben je klaar, Gwen? Ik weet niet of ik klaar ben. Het voelt niet alsof het een... Kan jij hem even afsluiten ik met iets wat zeker afsluitwaardig weten afsluiten. Is? Ik ga hem zeker weten afsluiten. Lieve luisteraars, lieve kijkers. Dank jullie wel voor het luisteren en kijken. Volgende week zijn we er gewoon weer. Heb je nou een vraag, een stelling of iets waar jij vindt... Hey, daar moet ik wel eens Geraldine het over hebben. Laat het ons weten. Volg ons op TikTok, Instagram. En dan zien we jullie volgende week. Bye! Doei!